Vandaag voor het programma Bedrijf in Beeld van Loco TV zijn we bij de voedselbank. Ja, we zijn in Oostendorp, maar eigenlijk is het voor de gemeente Elburg, Oldebroek, het Harde. Dus overal wordt het heen gebracht. Wat er allemaal binnen precies gebeurt, ik heb geen idee, maar ik ben wel heel nieuwsgierig. Ondertussen sta ik hier naast Henk de Groot. Wat is precies jouw rol bij de voedselbank? Wat is mijn rol bij de voedselbank? Ik ben voorzitter van de stichting. De stichting Voedselbank Elburg-Oldebroek. Maar ik doe ook heel veel gewoon dagelijks werk hier zo. Je zou kunnen zeggen, het operationele gedeelte verzorg ik. De toedeling van producten naar klanten toe. En de vrijwilligers. En hoe lang is hier de voedselbank? Vanaf 2012 is deze voedselbank opgericht voor deze beide gemeenten. Is dus 2 jaar en ruim 2,5 jaar als het ware. Ja, en de toename van klanten, is daar ook een hele stijgende lijn in of blijft het een beetje gelijk? Daar zat een stijgende lijn in van af de oprichting. En tot eind vorig jaar liep dat dus op. En vanaf dat moment ging dat zich stabiliseren. We hebben dit jaar 58 nieuwe klanten gekregen. Terwijl het totaal aantal niet echt hoger is. Dat is een doorstroming van 43%. Dat betekent dus dat wij een hoop klanten tijdelijk kunnen ondersteunen, zodat ze weer zelf kunnen redden. Wanneer komt men in aanmerking voor de voedselbank? Als iemand denkt in aanmerking te komen, dan vult hij een zogenaamde inlichtingenformulier in. Daar staan gegevens op die gevraagd worden, wat zijn je inkomsten en wat zijn je uitgaven. Dan volgt door onze coördinator een eerste screening van, is er kans verslagen? Als dat zo is, dan geeft hij een machtiging af van 4 weken. En dan gaat het formulier naar een van onze intekers en die gaat naar het gezin toe. Om dan het formulier wat ze ingeleverd hebben verder te bekijken van, wat zijn uw inkomsten? Nou, laat me zien. En wat zijn uw uitgaven? Ook dat laat me zien. En dan moet het gaan om noodzakelijke uitgaven. Als iemand bijvoorbeeld een auto heeft en daar heeft hij niet nodig voor zijn werk, worden de kosten daarvan niet meegerekend. Slechts de noodzakelijke uitgaven. Er is ook een beperking ten aanzien van abonnement voor radio, televisie en internet. Maximaal 60 euro wordt ervoor gerekend. Dan worden de uitgaven van die inkomsten afgetrokken en dan blijft er een bedrag over. Als je dan een gezin hebt van man, vrouw en 2 kinderen... dan heb je 340 euro per maand. Als je niet meer hebt, dan kom je in aanmerking voor een voedselpakket. Ja. Ondertussen staan we hier bij kratten. Ja. Kijk, we staan hier nou naast blauwe kratten. Ja. Er staan groene naast, dan krijg je grijze en daarachter nog zwarte. Wat hier nou staat, dat gaat straks op transport naar het Harde en wordt op locatie uitgegeven. En bij deze kratten hoort dan ook nog een koelbox, die ze nu aan het vullen zijn. Ja. De koelbox, daar staat een nummer op. Nummer 1 hoort bij de blauwe, maar het pakket nummer 1. Pakket nummer 1 is voor 1 persoon. Pakket nummer 2, de groene, is voor 2 personen. En daar komt een koelbox met nummer 2 bij. De grijze pakketten is voor 4 personen. 3, 4 personen. En er komt een iets grotere koelbox bij met een 3 erbij. En de laatste is een zwarte. Dat is voor gezin van 5+ personen. En er komt een koelbox met een 4 bij. Maar daar komen de koel- en lievelingsproducten in. Dit gaat op de Harde, maar hetzelfde systeem zit hier in Elburg. Waar straks uitgegeven wordt. Daaronder heb je de zwarte, pakketten 4. De grijze, helemaal naar achteren. Links achter naar de blauwe en erachter de groene. Dat zijn de pakketsoorten en de inhoud ervan. Nou zitten we hier dus bij een stel pakketten. Ik zie hier appeltaart, ik zie hier eigenlijk van alles. Is dat elke week verschillend? Ja, dat is elke week verschillend. Sommige producten die komen regelmatig terug, andere dus niet. Dat is heel divers. We zijn natuurlijk altijd afhankelijk van wat we krijgen. Ja. Maar wat we krijgen, kunnen we weer uitgeven. Dus elke week afwachten wat jullie, en ik zie ook lekkere, best wel wat luxe hapjes, heerlijk. Ja, dat is een product wat we gisteren uit Arnhem gekregen hebben. Ja. Ik zal even vertellen hoe wij aan producten komen.
Voedselbanken Nederland is een vereniging waar als plaatselijke voedselbank bij kan worden aangesloten. Daar zijn we ook bij aangesloten. Als je een groot bedrijf hebt, en heel toevallig de laatste paar maanden hebben we dat uit onze naaste omgeving gehad, uit Wezep, bijvoorbeeld de kip. Ja. Als die nou een grote partij wil doneren, dan doneert dat aan Voedselbanken Nederland. Voedselbanken Nederland heeft 9 regio's. Wij vallen in regio Arnhem. Dus voor een deel gaan die producten naar Arnhem. De aangesloten voedselbanken in Arnhem, die kunnen daar wekelijks ongeveer 10 houdbare producten halen. Dus gistermiddag zijn onze jongens naar Arnhem geweest. En onder andere, dit wat je dus net aanwijst, dat luxe dingetje, komt dan uit Arnhem. Dat is dan gedoneerd. Ja. Verder krijgen wij goederen gewoon zo aangeleverd. Groenten, daar zit al wat verse groenten in. Van een paar kwekers die we nog in Elburg hebben, die leveren ons gelukkig heel veel groenten. En scholen, kerken, die zamelen ook vaak goederen in. Ja. En worden hier beschikbaar gesteld. En misschien ook goed om te vertellen, want ik zie hier 16 oktober staan. Dat heel veel mensen denken van, wat bij de voedselbank is, is ver over datum. Nou, nee, dat is dus... Kijk, wij krijgen ook uit Arnhem dus producten die zogenaamd over de datum zijn. Maar de fabrikant die garandeert de kwaliteit en van het product dat er niks mis mee is. Nee, want jullie hebben natuurlijk ook weer je verantwoordelijkheden. Ondertussen zie ik hier bij Stellingen zie ik januari staan en 2015. Ja, daar zie je januari staan. Volgende vak is februari. Dat gaat zo naar achteren tot juni. Ja. En op deze kant komt het van juli terug tot december. Producten hebben een datum, maar die binnenkomt, wordt dan op die datum hier neergezet. Dit is 2014, dat is bijvoorbeeld weer 2015. In ons land wordt het contrast tussen rijk en arm groter. En aan die onderkant van de samenleving zit helaas een groep die echt de steun van anderen nodig heeft. Anders verzuipen ze. Ja, en je zegt over de steun van de anderen, dan kom ik even bij de vrijwilligers. Want ik neem aan dat er ontzettend veel vrijwilligers nodig zijn. Wij hebben 68 vrijwilligers. En waar komen die vandaan? Uit beide gemeenten. Uit beide gemeenten? Uit Hattemerbroek, uit Wezen, uit Oldenbroek, uit Oosterwolde, uit Haarden, uit Doornspijk, uit Elburg. Uit beide gemeenten. Van alle kanten komen ze. Het is een heel systeem. Het is niet even hier naartoe kratje vullen. En, maar er zit heel wat werk achter wat wij gewoon niet weten. Voedselbank is gewoon een bedrijf. Hier komen goederen binnen, net als een bedrijf het inkoopt. Wij krijgen het gratis. Het bedrijf verkoopt het, wij geven het gratis. Maar een bedrijf heeft een winstmarge, die betaalt de kosten ervan. En wij hebben geen winstmarge, maar we hebben wel kosten. Ja. We huren deze ruimte, we hebben een auto, maar we hebben allerlei kosten. En we hebben 35.000 euro op dit jaar binnen te harken om onze kosten te kunnen betalen. U had het net over geld. Hoe komen jullie aan het geld? Op allerlei manieren. We hebben donateurs. Kerken collecteren voor ons. Op andere wijze krijgen we geld. We hebben recentelijk van een voetbalvereniging die in dit verband een Veluwe Cup had georganiseerd met andere verenigingen uit onze beide gemeenten. Vorige week zaterdag mochten we hier bij de Kringloopwinkel een cheque van 500 euro in ontvangst nemen. Kinderen op scholen die hebben wel eens acties voor ons. Jeugdclub hebben wel eens acties voor ons. Kinderbijbel vakantieweek in Elburg heeft voor ons goederen gezameld en collecten gehouden. Dus de kerken, van alle kanten komen we geld er binnen. Vaste sponsors. Maar het inkomen wat we hebben, wat structureel is, is nog ongeveer 10% van het totaalbedrag wat we nodig hebben. En we zouden graag naar wat meer verhoogde bedragen willen die gecontinueerd zijn. Ja, dus structureel. Dus niet zo dat die geld van de overheid krijgt, 35.000 euro? Nee. Wij zijn met beide gemeenteraden in gesprek. Om ons ook te ondersteunen. En daar komt ook Rotary Club Oldenbroek in omgeving. Heeft ons 3 jaar lang een bedrag van 4.000 tot 5.000 euro toegezegd. Dit jaar is het derde jaar, dat houdt dan op. En dat is een behoorlijk bedrag toch. In het voorjaar was ik op de landelijke vergadering. En daar was Jetta Kleinsma, de staatssecretaris van Sociale Zaken. En die zei toen tegen ons, ik heb alle gemeenten extra geld gegeven voor armoedebestrijding. Als jullie nou geld nodig hebben, vraag nou aan die nieuwe gemeenteraden, die er net zijn, of jullie een stukje van dat geld, dat voor armoedebestrijding beschikbaar wordt gesteld, te ontvangen. Ik trof haar 2 weken terug opnieuw bij een opening van een voedselbank, in dit geval in
Amersfoort heeft herhaald, ik heb structureel armoedegeld of geld voor armoedebestrijding gegeven. Dus gemeenten hebben eigen geld en daar doen wij eigenlijk een beetje roep doen bij de gemeenteraad om daar een stukje voor ons te bestemmen. En er is ook wel veel waardering en ontvankelijkheid, maar beide gemeenten hebben ons nog niks toegezegd. Nou kan ik me zo voorstellen voor de mensen die kijken thuis van... Stel dat je op die grens zit, hè, dat je naar de voedselbank moet. Ja. Dat de drempel heel hoog is. Dat mensen zich toch schamen. Dat is ook zo. Dat horen we ook van klanten. En dat is natuurlijk best heel erg moeilijk. Want ja, daar ben je eigenlijk niet mee te koop lopen. Maar op een gegeven moment heb je geen keus meer. En dan heb je geen cent meer in je portemonnee. En je moet toch eten. En ik vraag, zeker in het begin, vraag ik wel eens aan de klanten die komen. En vaak zijn dat moeders. Omdat of pa werkt of pa niet meer aanwezig is. En dan vroeg ik wel eens van... Wat betekent dat nou voor je om hier te komen? En nou, daar is inderdaad een drempel, een grote drempel over. Maar ook van hoe ver ben je nog geholpen, ja, hiermee? En dan krijg je dan te horen van, ik kan mijn kinderen nu alle dagen weer een warme maaltijd voorzetten. En dat konden we dus niet meer. We moesten dagenlang alleen maar van een beetje brood eten. En als dat je omstandigheden zijn. Ja. Heb je geen keus. Nee, dan moet je over je trots heen stappen. Precies. Wat heel begrijpelijk is, ja. Toch aankloppen bij de voedselbank. Want jullie zijn er niet voor niets. Nee, je kan je kinderen niet laten omkomen verhongeren. Hoe is uw naam? Heemskerk. Heemskerk. U komt hier bij de voedselbank. Bent ja. U hier al lang bij de voedselbank? Ik ben, mag ik eerlijk wezen, denk goed 2 jaar. Goed 2 jaar. Ja. En elke keer als u komt dan... Is de verrassing wat er... altijd een verrassingspakket. Je weet niet al wat er in de tassen nee, zit? Nee, helemaal of, niet. Oh, kijk even, we zijn even nieuwsgierig. Ja, nou u mag van mij kijken hoor. Ja, kijk zelf maar even. Nou, ja. Nou, ik kan niet zo goed zien, ik ben omdat ik slechtziend ben. Dus. Ja. Bij mij, ik zou zeggen, ik gebruik uw ogen. U gebruikt mijn ogen, oké. Okay. Ja. Nou, kijk, dit is harde bolletjes, ja. dat zie ik nog zo werk. Dan nog. Hebben we hier... magatronen. Ja, oh, ja. Lekker. Oh, ja. Lekker, joh. Ja, oh, dit is, ja ik zie hier altijd... zelfs een lekker gebakken aan ja, gebak, de andere kant. Ja, ze verwennen ja. Ons wel, hoor. Ik, ja, en hier blikjes. Weet je wel wat er ja. In de blikjes zit? Ze hebben me voor wat voorgelezen. Maar het smaakt wel goed, denk ik. Het smaakt wel goed. Jawel, ik ben wel gewend. En hoe vindt u dat, om naar de voedselbank te gaan? Had u... Nou, mag ik eerlijk wezen? Ja, ik ja. Eerlijk wezen, ja, vond ik het niet zo... Nee, ik schaam me een beetje. Waar? Nee. Je moest wel een drempel over... Ik moest even een drempel over om dat te kunnen doen. Ja, en je bent een tijdje verder. Hoe is het nu om naar de voedselbank te gaan? Nou, gezellig. Gezellig, ja. 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 Je leert toch wel andere mensen kennen. Maar ook, ik kan me voorstellen, als er mensen zijn in Nederland die toch geen geld hebben om boodschappen te doen, dan zie je er bij de voedselbank komen dat er in ieder geval een stuk minder zorg zeker, is. Zeker, dat zeker. Voor, ja, ja. Dat is sowieso. Dat ben ik met u eens. Echt. Ja. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. Ja, dat doe ik zeker. Ja, heel fijn weekend. En, ja. Ja, het zal wel komen, denk ik. Hè? Dat komt zeker wel op. Ja, zeker. Ondertussen zie ik daar diepvries. Ja, dat is een diepvriescel. 5 deuren ervoor. Ongeveer 1 meter diep. Er staat dus op wat erin zit. Hier zit aardappels, groente, wok, maaltijd in. Als je de deur opent, dan zie je hier de producten die erin zitten. Die worden vanmiddag in belangrijke mate uitgegeven. Er onderin zitten vooral kant-en-klare maaltijden. Dus we hebben ook klanten die graag kant-en-klare maaltijden hebben. Dat wordt dan zo vanmiddag allemaal... Naast de pakketten die nu klaarstaan en de stellingen, wordt dat uitgegeven. Kijk, die zit vol vlees. Ja. De allerlekkerste producten. En dat zou normaal gesproken weggegooid worden in containers door supermarkten. In heel Nederland gebeurt dat nog veelvuldig. En eigenlijk is dat al een schande, dat we dit soort producten weggooien. Maar dat is helaas zo. Nou, bij ons heeft het een voortreffelijke bestemming. Mensen die het anders niet zouden krijgen, kunnen betalen. Per week delen wij gebak uit als iemand jarig is en we weten dat, dan gaan ze extra even kijken naar een mooie taart. Doen ze er extra bij. Ja. Ik zie een heel krat met paprika staan. Ja, wij ontvangen de laatste weken wat goederen uit Arnhem die het gevolg zijn van de Europese maatregel. Dit zijn dan paprika's die anders naar Rusland zouden zijn gegaan. Ook appels, zo hier ook dozen appels. Deze zijn weer gereserveerd voor uitgifte donderdag of dinsdag in de gemeente Oldebroek. En dit spul gaat er vanmiddag allemaal uit.
Dus behouden wat voor dinsdag gereserveerd blijft, is die vanmiddag leeg. Wij geven vanmiddag aan alle klanten die kinderen hebben van 0 tot en met 2 jaar een catalogus mee, een speelgoed. En dan mogen ze een cadeautje in aankruisen voor de lagere schoolleeftijd tot een bedrag van €20. Dat leveren ze weer bij ons in en dan krijgen alle kinderen met Sinterklaas van ons een Sinterklaas cadeautje. Oh, heel belangrijk. Dat is heel fijn. Ja. Naast dit wat we voor de kinderen doen, verstrekken wij ook, verjaardagspakketten. Nou, hier heb je een pakket voor een meisje van 8 jaar. Dan wij geven dus de jaartallen op of de leeftijd op. En daar zit van alles in. Er zit een cadeautje voor het kind in. Ach, ja. Leesboekjes. Daar zit voor thuis te kunnen trakteren in. Voor thuis een taart te kunnen bakken met z'n allen. Met slagroom erbij. Vlaggetjes dat ze hebben. Voor de juffrouw, wat ze ook maar hebben. Nou. Volgens mij hebben we nou alles gezien wat we moesten zien. Denk het. Ja, hè? Denk nou, het. Ik wil u heel hartelijk bedanken voor de medewerking en ontzettend veel succes wensen. En ik hoop dat er toch nog mensen zijn die kijken en die zich minder beschroomd voelen om hier naartoe te gaan. En ook dat de donateurs zich aanmelden. Wij hopen dat de inwoners van de gemeente Oldebroek fijn door jullie geïnformeerd worden. Ik vond het reuze fijn dat jullie dit gaan opnemen, gaan uitzenden. Dit is ook weer de transparantie die wij nastreven, ook de bekendheid. En ook om de drempel naar iedereen toe zo laag mogelijk te houden.